A Serial Killer Away. Op deze dag in 1980 ging de 18-jarige Amy den Boer naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Den Haag. Daar kwam ze nooit aan. 2 dagen later werd haar dode lichaam gevonden in de bossen bij Nistelrode. Ze was slachtoffer van de Nederlandse seriemoordenaar Koos Hertogs. Hij pikte haar op in Den Haag en sloot haar op in zijn huis aan de Zuidwal. Daar misbruikte hij haar en schoot haar dood. Hertogs kreeg levenslang voor 3 moorden. Er gingen geruchten dat hij een seksuele relatie had met een hoge rechter. Die zou hem achter de schermen helpen. Koos Hertogs overleed in 2015.